Het restaurant van La Draille heeft een metamorfose ondergaan. En dat in het kader van 20 jaar La Draille. Want Alex, in dit vernieuwde restaurant is ook een andere naam gekomen. En hoe heet het restaurant nu? Het heet nu Chez Nous. Dat betekent in het Nederlands bij ons. Ja. Vroeger heette het Oni de Pie. Daar wist eigenlijk niemand wat dat was. Dus dat vergeten we maar snel. Maar Sonja, als je hier kijkt, het is wel fantastisch. Ja, we hebben het echt weer heel gezellig gemaakt. Lekker gezellige tafeltjes bij de open haard. Vroeger stonden de banken, maar nu kunt u hier lekker gezellig gaan eten samen met de allerliefste of met degene van wie je houdt. Dus, Er zijn ook Alex meer plaatsen bijgekomen, want over hoeveel mensen kunnen nu in het restaurant dineren? We kunnen ongeveer een 60-tal mensen in dit restaurant verwelkomen. Wat leuk is, Sonja, is de ronde tafel. Ja, gezellig. Want heel veel mensen die willen gezellig samen zitten, kunnen langs elkaar praten, kan je nu met iedereen. Dus vandaar ook deze ronde tafel. En Alex, de wijn van La Draille die is beroemd in de omgeving. Ja. En dan heb je hier een wat hogere tafel. Dat is ook nieuw. Ja, zelfs deze ook. Voor degene die graag gewoon hoger eten of gewoon een borrel drinken. Dus kan je hier lekker zelf onder vrienden. Nou, het is erg mooi geworden. En ik denk dat hier heel veel mensen gaan genieten, Sonja. En wat staat er op het menu deze zomer in 2019? Nou, dat wordt een verrassing, Jan. Dat gaan we nog niet vertellen. Ja. Wat ik wel mag verklappen is dat er twee keer een familieavond wordt gehouden, familiediner. Ja. En waarom doen we dat? Twee keer per week, omdat het zo'n groot succes is. En smaandags dat ik er zoveel moest eigenlijk weigeren, hebben we gezegd van nou, dan doen we de vrijdag ook erbij. Nou, ik feliciteer jullie van harte met deze echt metamorfose.